Bij Roda staat Kalac in het doel. In de achterhoede Rudge, Vrede, Luipers en Van Haren. Op het middenveld staat Tsoetang. Hij neemt de plaats in van Zafarin. Verder Niegaard, Van der Leur, Van der Heijden, Van Hout en Peters. De doelman van Heerenveen is Vonk. Verder Houttuin, Hansma, Nwankpa, Pander en Holm. De Noor Thomas Holm staat voor het eerst in de basis bij Heerenveen. Verder Gerard de Nooyer, De Visser, Paalplats, Denneboom en Samardzic. Het commentaar bij Roda JC tegen Heerenveen is van Eddy Poelman. Peters, Hansma. Luipers komt voor de tegenstander, dat was Gerard de Nooyer. En Roda probeert aanval op te zetten, dat lukt Tsoetang, want die is los van Pander. Zelf schieten leek niet het beste idee, zeker niet aan de mee opgekomen Luipers. Peters, Van der Heijden. De Nooyer, Denneboom. Vrede verdedigt. En dan een overtreding op Denneboom. Door Van der Heijden. Schotkracht van Hansma is bekend. En dit was ook niet misselijk van Samardzic. Verdedigende kopbal van Luipers, maar Niegaard maakt dat ongedaan door de bal te verspelen. En dan moet er een kegel worden uitgedeeld door Rudge om Roda verder uit de problemen te brengen. Tenminste, eventjes. Samardzic trekt naar binnen. Dreigt. De Nooyer. Holm. Dat is een goed schot. Peters is wat attenter dan Nwankpa. Paas van der Leur is op Tsoetang. Tsoetang het strafschopgebied in kappen. Daarmee was Klompen gezien, maar het schot met links ging naast. Nugaard beweegt en Van der Leur bezorgt de bal. En dan Peters. Nee, net niet. Verstuit door Hansma. Hansma die dan inlevert bij Van der Leur. En dan mogelijk nieuwe problemen voor Heerenveen. De snelheid van Tsoetang. Die daar in ieder geval een hoekschop uitbeurt. Kende beeld hier. Aangever wordt Stefan van der Heijden. Van der Leur. Raak 1-0. ...21 minuten wedstrijd. De hoekschop die wordt afgeslagen door de Nooyer met het hoofd. Maar door Van der Leur in tweede instantie van net buiten het strafschopgebied raakgeschoten, nog van richting veranderd. Van Hout weer wegdraaiend en Peters weer ploegend. Als een boer op een akker, maar dat oude handwerk hoort er ook bij. Tsoetang zet door. Bal eindigt. Na een iets zwakke schot bij Vonk. Van Haren. Dit is geen buitenspel, want in het centrum stond Nwankpa nog. Dus is Hansma gezien. Maar het schot stuit af. Van der Heijden dan nog naast. Talan. Sinds de rust in de ploeg van Heerenveen voor Denneboom. Nog eens Talan. En Holm met links. Goed schot, redding van Kalac. Tsoetang. Nog steeds Tsoetang, nu niet meer Pander. Van der Leur zit mis. En een vrij veld voor Talan. Een vrij veld voor Talan. En dat betekent als Kalac te vroeg naar de grond gaat, heel makkelijk de gelijkmaker van Jeffrey Talan. Roda stond in de vooruit. Dus de verdedigers waren weg. En als Van der Leur de bal niet onderschept, kan Talan op pad. Kalac gaat dan veel te vroeg in actie, zodat het voor Talan
eenvoudig is om 1-1 te maken. Van der Leur. Van der Heijden is de vrije man. Die kiest voor breed leggen. En het schot van Nugaard is dan heel dreigend, maar niet in het doel. De Nooier. Talan. Samardzic, De Nooier. En Rutsch, die een redelijke partij speelt. Een aardige partij. Vlammend schot vervolgens. Gepareerd door Kalac. Dat is een goede actie. Is Mankpa op tijd? Nee, Mankpa is niet op tijd. Is Vonk op tijd? Ja, Vonk is wel op tijd. Rutsch. Van Hout en Mankpa. En Mankpa kon Van Hout niet houden. Maar wel voldoende hinder. Van der Heijden, Peters. Van der Heijden. Voorzitter is goed, Van Hout. Mooie goal. Daaggever is opnieuw Stefan van der Heijden. En nu is Van Hout ter plekke. Van der Leur. Vonk vliest de bal. Het doel niet getroffen door Peters. Van Haren. Poging van Nugaard. Vrede komt hoog. Houtuin raakt de lat. En als die mogelijkheid niet tot doelpunt wordt gepromoveerd, wint Roda dus. En helpt daarmee de kansen van Heerenveen op internationaal voetbal naar de andere.